avond. Trek mij, o Heer.
geest, omgeef mij, leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. U riep mij om voor u te leven, aan u alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar u toe. Met een belangrijke mededeling. Ik heb namelijk iets in mijn handen. En dat is een fietssleutel. Die is gevonden. Heb ik nu pas geluid? Ik zei dat ik iets belangrijks in mijn handen had. Dat is namelijk een fietssleutel. Die is gevonden. En als jij zoiets hebt, je voelt nu in je zak en je denkt, ik mis iets. Ik heb het gevoel dat ik je al zie. Dan kun je hem straks bij mij ophalen. Nou, we hebben net gezongen. Oh. Nou, nog een belangrijk bericht. Er staat een grijze Toyota Picnic. Toyota Picnic, nooit van gehoord. Toyota Picnic, het kenteken is 51 FHGF. Nou ja, er zal hier maar één iemand zijn, denk ik, met een Toyota Picnic. Je lichten staan nog aan, dus zet ze even uit. Nou mensen, we hebben net gezongen. U roept ons in uw nabijheid. En laten we stil worden voor God en gehoor geven aan die oproep. Laten we samen bidden voor deze avond. Heilige God, u roept ons in uw nabijheid. Hebben we net met elkaar gezongen. En Heere, we verwonderen ons daarover dat u ons roept in uw nabijheid. Heere, wie zijn wij dat wij in uw nabijheid mogen komen? We danken u, Heere, voor het bloed van uw Zoon als een pleitgrond om tot u te mogen naderen. We danken u, Heere, dat we met zoveel jonge mensen hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat u ons hier gebracht hebt. Dank u wel voor de muziekgroep. Dank u wel voor de liederen die we met elkaar al gezongen hebben. Heren, boven alles willen wij deze avond beginnen door aan u te vragen of u zelf vanavond in ons midden wilt zijn. We pleiten op uw belofte, want we hebben uw woorden gehoord dat u zegt waar er twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik zelf in hun midden. En we leggen onze vinger bij die belofte, Heere, wees in ons midden vanavond. Heere, we bidden dat u deze plaats doorwaait met uw Heilige Geest. We hebben ook gehoord van een plaats hier vlakbij, waar vanuit de Gergem ook een samenkomst is. We bidden ook om uw zegen over dat samen zijn. Laten ook zij een goede en gezegende avond hebben. En laat hier en laat ook daar uw naam verheerlijkt worden.
We bidden ook voor Jonathan, vrijwilliger van het Biermeteam. En zijn vrouw die de kant van Gent op moest voor een operatie, voor een onderzoek. En hij is hier toch aanwezig. We dragen haar aan u op. We bidden dat u met haar meegaat. Het zal spannend zijn. We bidden dat zij vrede in haar hart zal ervaren en zal weten dat u erbij bent. Dat, of ze dat nou voelt of niet, dat u haar geen moment uit het oog verliest. We dragen hen aan u op en we bidden dat u herstel geeft en een weg omhoog. Heren, zo leggen we al onze gebeden voor u neer. We zijn hier met een diversiteit aan mensen. U weet hoe we hier zitten. U weet wat wij vanavond nodig hebben. En we bidden dat u de harten van al deze mensen zoals we hier bij elkaar zijn, dat u onze harten weet te raken. U weet, heren, welke woorden daarvoor nodig zijn. En we bidden dat u die woorden vanavond door ons heen spreekt. Laat uw naam vanavond verheerlijkt worden in ons midden. Dat is ons gebed en we pleiten op de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Dit is de eerste avond dat ik jullie gastheer mag zijn. En ik ben daar heel blij mee. Ik vind het een hele leuke uitdaging om dit te doen. En ik richt niet graag de schijnwerpers op mezelf, maar het leek me toch goed om zo'n eerste keer even een kleine introductie van mezelf te geven. En dat ga ik doen. En ik heb besloten om dat niet te gaan doen door een heel stoffig verhaal te vertellen van ik ben Martin Blokland, ik ben 23 jaar, ik studeer theologie en ik woon in Amsterdam. Maar een iets levendiger verhaal met jullie te delen. En het is mijn verlangen dat in dat verhaal niet ik een hoofdrol heb, maar dat in dat verhaal God groot wordt. Nou, ik wil beginnen door jullie een plaatje te laten zien. En die heb ik ook aan het Biermeteam gestuurd. Als het goed is, komt die straks op het scherm te staan. We wachten in spanning. Nou goed, wat je... 2 minuten. Letterlijk 2 minuten of is het meer van bijna? Als het 2 minuten is, dan gaan we nog even een lied zingen, want ik heb geen tekst voor 2 minuten. Ja. Laten we net elkaar een lied zingen, dan gaan we daarna dit onderdeel doen, want het plaatje is zeg maar mijn vertrekpunt, dus het is een beetje onhandig om dan eerst heel lang daar rond te cirkelen en dan te beginnen. Dus laten we met elkaar een lied zingen. En ik stel voor om nog een keer dat prachtige lied van net aan te heffen, Machtig Heer, Grote Verlosser. Leg mijn
Oké, poging 2. Ik hoop dat het plaatje waar we zo met z'n allen naar uitgezien hebben, nu eindelijk op de beamer staat. En dat is het geval. Dit is waarschijnlijk niet het plaatje wat jullie verwacht hadden, maar wel het plaatje waarmee ik mijn introductie over mezelf wil beginnen. Het is 24 oktober 2012 als ik me op deze plek bevind. Deze plek, dat is vak 410. En vak 410 is het vak van de meest fanatieke supporters van Ajax Amsterdam. En een vak waar ook altijd spandoeken te vinden zijn met allerlei ludieke teksten. En zo vind je hier de tekst: aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. En dat zei eigenlijk alles over mij op dat moment. Want ook ik had mijn hart verpand aan de Amsterdamse grachten en mijn hart klopte voor Ajax Amsterdam. En dit was een plek waar ik met grote regelmaat te vinden was in de Amsterdam Arena. En op die bewuste avond stond er een hele belangrijke wedstrijd op het programma, want het was Champions League en wij hadden in de pool, dus de beginfase van het meest prestigieuze clubtoernooi in Europa voor voetbalteams, hadden wij Manchester City geloot. Nou ja, Manchester City was een van de 5 grootste en rijkste clubs van de wereld. En de jongens van Manchester City, die verdettes, hele goede dure voetballers, kwamen naar Amsterdam, naar het kleine Ajax van ons. En wij zouden tegen hen opnemen. En je houdt je hart vast als supporter op zo'n avond, want je vraagt je af, gaan we er met 4-0 af of gaan we er met 5-0 af? En ergens heb je dan als supporter ook zo'n stiekem hoop van misschien is dit zo'n avond dat we er een keer niet met 4-0 afgaan, maar misschien zit er wel een stunt in vanavond. En er zat een stunt in die avond, want de verdettes van Manchester City, de tegenstander, hadden ons deerlijk onderschat. En dat was aan hun spel af te zien, terwijl de manschappen van Ajax het veld opkwamen met zo'n mentaliteit van we hebben niks te verliezen en we gaan voor de eigen fans, gaan we er gewoon voor vechten. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben die wedstrijd gewonnen met 3-1 en het was een spektakel. We hebben de tent afgebroken en het was een onvergetelijke avond in heel veel opzichten. Het was zowel qua wedstrijd, qua voetbal als qua sfeer was het perfect. Het was perfect. En toen ik onderweg was uit de arena, dan het is heel hoog, dus je moet door zo'n, er zitten daar meer dan 50.000 mensen. Het is heel hoog, dus je moet door zo'n tunnel en moet je weer naar beneden begeven. En ik was onderweg, zo in die tunnel naar beneden. En toen vroeg ik me af, van, ja, volgens mij was dit het dan. Ik was jaren supporter geweest, ik had vele wedstrijden bezocht. En ik dacht, ja, dit is het summum, zeg maar. Mooier dan dit wordt het niet. Het was de perfecte wedstrijd, de perfecte sfeer,
dit is het, volgens mij. Ik leefde voor Ajax. Dat was echt nummer 1 in mijn leven. En ik dacht, nou, dit is perfect. En enerzijds was er die euforie over dat perfecte moment. En anderzijds was er ook iets van wanhoop. Wat ik opvoelde borrelen. Want ik dacht, is dit het dan? Het voelde zo toch onbevredigend in een bepaald opzicht. Ik dacht, is dit nou waar ik voor leef? Voor een perfecte wedstrijd in een perfecte ambiance? En ik merkte ook wel dat perfecte moment, ik wilde het vasthouden, maar op dat moment dat ik naar beneden ging, de arena uit, voelde ik dat moment me alweer ontglipte. Ik dacht, dit moment, eigenlijk heb ik het al niet meer. En ik voelde wel, ja, als je eenmaal één wedstrijd gewonnen hebt, dan wil je nog een wedstrijd winnen. Dus dan heb je alweer iets nieuws om naar te jagen. En als je de volgende wedstrijd gewonnen hebt, nou ja, dan maar meteen door naar de kwartfinales, naar de halve finales. En dan ook maar meteen winnen die cup. Ajax Amsterdam, beste team van Europa. En ik bedoel je te zeggen dat voor ik dat moment goed en wel gegrepen had, waar ik al zo lang naar op zoek was, was het eigenlijk al weg en zag ik iets verderop, een volgend doel. En ik was iets aan het najagen wat eigenlijk ongrijpbaar bleek te zijn. En er ontstond zoveel frustratie in mijn hart op dat moment. Ik dacht, wat is dit frustrerend? Dat je als een soort hond die net niet bij zo'n kluifje kan, die voor hem hangt, de hele tijd toch zo stom bent om daar keihard naartoe te gaan rennen en te denken dat je het nu deze keer wel echt gaat grijpen, terwijl dat nooit het geval is. En ja, ik was wanhopig. Ik was gewoon wanhopig. Eerst was ik euforisch, blij als nooit tevoren, maar al snel maakte wanhoop zich van mijn meester. En ik ben wel christelijk opgegroeid en ik heb de verhalen van God gehoord, maar het heeft me nooit aangetrokken. Ik dacht dat leven van mensen die zich een kind van God noemen, dat trekt me helemaal niet aan. Dat lijkt me ontzettend saai. Volgens mij is het eerste wat je dan niet meer mag doen, is op een plek als de arena komen. Dus nou, voor mij niet. Maar ik had altijd wel zo'n gevoel van, volgens mij bestaat die God wel. En ja, ik dacht als dit perfecte moment dan mij niet die voldoening kan geven waar ik zo naar op zoek ben. Ja, misschien kan die God die volgens mij wel bestaat, misschien kan die God dat dan wel. Hele egocentrische gedachte eigenlijk, maar ik wilde gewoon echt gelukkig zijn. En ik was wanhopig. Ik was gewoon wanhopig. En ik dacht, ja, ik zou eigenlijk die God gewoon een kans moeten geven. Ik dacht, ik vertel die God gewoon dat ik wanhopig ben. Dat ik benieuwd ben of hij echt bestaat. En als hij dan daadwerkelijk bestaat, dan is hij groot genoeg om mij daarvan op de hoogte te stellen. Maar ik voelde een enorme weerstand. Want ik dacht, ik heb 20 jaar lang heb ik echt mijn best gedaan om die deur waar God op klopte, om die op alle mogelijke manieren te barricaderen, zodat hij mijn leven niet binnen zou komen. En ik heb gewenst dat hij niet bestond. Want ik dacht, het is verschrikkelijk om je in de wereld uit te leven met zo'n knagend gevoel van binnen. Ja, met zo'n knagend gevoel van binnen dat je op een dag verantwoording af moet leggen van wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. Dat gaf me zo'n onrust. En ik dacht, ja, die God ziet me al aankomen. Zo iemand die zoveel dingen heeft gedaan die God haat. Zoveel dingen gedaan heeft die God verboden heeft. Die ik zo lang de deur heb gewezen. Die ik echt weggewenst heb uit mijn leven. Die ik weggewenst heb uit de wereld. Die God, die ziet me al aankomen. En op een goede dag, op een hele goede dag, opende ik mijn Bijbel. En dat was al een wonder op zich, want ik had dat boek in tijden niet meer open gedaan. Maar ik opende mijn Bijbel en ik las dat alom bekende verhaal van de verloren zoon. En terwijl ik nog steeds die geweldige barricade voelde om tot God
te gaan. Om gewoon aan hem mijn wanhoop bekend te maken. En om een teken van leven van die God te vragen. Toen las ik de reactie van de vader in dat verhaal van die verloren zoon. Die zoon heeft zich helemaal uitgeleefd in de wereld. En op een dag komt hij tot zichzelf, komt hij tot inkeer. En dan lezen we in vers 20. En misschien kan dat ook geprojecteerd worden. In vers 20 lezen we dan: en hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Ja, zie je, zijn vader zag hem. Zijn vader zag hem al komen. Inderdaad, zijn vader zag hem al komen. En zijn vader was met innerlijke ontferming bewogen over hem. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En ik dacht, als dit over de God gaat, waarbij ik twijfel of ik wel of niet tot hem zal gaan. Als dit iets zegt over het hart van die God, dat zo'n verloren zoon, als hij nog ver van hem verwijderd is, dat die vader al op de uitkijk staat en dat hij hem niet eens tegemoet loopt, maar dat hij hem tegemoet rent, dat hij hem om de hals vliegt en hem kust. Het is alsof die zoon nog maar één stap in de goede richting gezet heeft en die vader, die is er al. Ik dacht, als dit over die God gaat, dan kan ik maar beter gaan. Dan kan ik maar beter gaan. En misschien dat het wel eens enorm mee kan gaan vallen, zijn reactie op mijn terugkeer. En ik ben gegaan. En ik ben gevallen in de omhelzing van deze vader, die al 20 jaar lang op mij gewacht heeft. En hij heeft mij omhelst. En hij heeft mij gekust. En voor het eerst in mijn leven gingen mijn zonden pijn doen. Nog nooit. Dan had ik één moment berouw gehad van mijn zonde. Ik vond het heerlijk om te zondigen en alles te doen wat God verboden had. Maar nu ineens begon het me pijn te doen. Ik dacht, deze God die mij overlaat met zijn liefde, hem heb ik op het hart getrapt. 20 jaar lang. En ik begon alles, maar dan ook alles wat ik kon bedenken aan deze God te belijden. Alles wat ik hem in mijn leven had misdaan, wat me helder voor de geest kwam, heb ik aan hem beleden. En het is echt een wonder van genade dat hij mij vergaf. God zei niet met eerbied gesproken, zand erover. Je hebt nu zoveel zonde beleden, het is wel goed. Ik merk dat je ook zwaarmoedig voelt. Ik heb een traantje gezien. Ik vink hem af, zonden zijn je vergeven. Nee, zo ging het niet. Er was geen enkele reden in mij waarom hij mijn zonden zou vergeven en mij genadig zou zijn. Maar het was geen zand erover, het was bloed erover. Want ik ontdekte dat deze God al lang, lang voordat ik bestond, al lang voordat ik überhaupt geboren zou worden, zijn zoon in de wereld gezonden heeft. En hij heeft zijn bloed gegeven tot vergeving van alle zonden. Want het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. En dat is wat ik ontdekte. En onuitsprekelijk, echt onuitsprekelijk, de genade van God. En nu ben ik na een aantal jaren, ik ben nu 23, ben ik teruggekeerd naar die plaats. Misschien kan het plaatje nog één keer in beeld gebracht worden. Ik ben teruggekeerd naar die plaats en ik merk dat ik nog steeds een hart heb voor Amsterdam. En nu klopt dat hart niet van liefde voor Ajax Amsterdam, maar mijn hart klopt inmiddels van liefde voor de God die met innerlijke ontferming bewogen is over schapen zonder herder in Amsterdam. En het is mijn verlangen dat deze God mij gebruikt om de velden die wit zijn voor de oogst, om de oogst in deze stad binnen te halen. Het is mijn verlangen dat ik een schakel mag zijn van God in deze stad, waar ik me eerst uitleefde, maar waar ik nu voor Gods aangezicht probeer te leven, om daar vrucht te dragen, om die belofte in vervulling te zien gaan. Dat de velden wit zijn voor de oogst in Amsterdam en dat een grote God daar grote dingen gaat doen. En
ik ben het levende bewijs ervan dat een grote God grote dingen doet. En geloof mij, als het voor mij kan, dan kan het voor jou en dan kan het echt voor iedereen. En soms denk ik terug aan die tijd. De tijd waar ik jullie over verteld heb. De tijd dat je mij in de Amsterdam Arena kon vinden. En op zo'n moment vraag ik me af. Vader God, hoe heb ik ooit kunnen leven zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Halleluja. Ben ik verstaanbaar? Ja, hè? Hij doet het weer. Fantastisch. Nou, ik heb geprobeerd mij een klein beetje aan jullie te introduceren. En wij hebben ook ruimte gemaakt in het programma voor meneer en mevrouw Dooyeweerd om zich aan jullie voor te stellen. Om iets te vertellen over wie zij zijn. Om iets te vertellen over wat zij doen. En dat gaat straks gebeuren. Maar ik wilde jullie eerst nog eventjes vertellen dat het mogelijk is om vragen te stellen vanavond. Dat kan live straks in het tweede gedeelte als we met meneer en mevrouw in gesprek gaan. Dat kan ook via de ouderwetse briefjes. Die kun je invullen in de pauze, die kun je inleveren en dan ga ik proberen dat aan de orde te stellen. Maar dat kan vanavond ook op steljevraag.tk. Dus stel je voor je hebt nu al een vraag of je hebt tijdens de lezing van evangelist Van Dooyeweerd een vraag. Dan hoef je niet te wachten tot de pauze en de hele tijd denken, oh ja, dat is die vraag ook weer. Even onthouden dat ik dat tijdens de pauze zeg. Je kan hem meteen op steljevraag.tk, kun je die vraag even intikken. Kun je hem wegsturen, dan kun je weer concentreren op de lezing. Dus maak daar gebruik van. Ook een aanmoediging om gebruik te maken van het luisterend oor. Er kwam net een vrijwilliger naar mij toe. Die zei, soms heb ik het idee dat de jongeren in Goes niet weten dat er hier ook een luisterend oor is. Er zijn hier hele lieve mensen die heel graag naar jou willen luisteren als je iets hebt wat je kwijt wil. En die zijn te herkennen aan een blauwe badge. Dus als je iemand ziet met een blauwe badge en jij hebt iets op je hart, je hebt zoiets, ik wil gewoon even iets kwijt. Alleen even iemand die naar mij luistert of misschien ook iemand die mij van advies voorziet in mijn levenssituatie. Spreek die mensen aan, maak daar gebruik van. We gaan het een heel klein beetje anders doen qua volgorde dan gepland was. En dat is mijn schuld, omdat
mijn verhaal en al mijn enthousiasme dan weer langer wordt dan eigenlijk het idee was. We gaan nu eerst als een hert dat verlangt naar water zingen. En dat gaan we 1 keer doen in plaats van 2 keer. En daarna mogen jullie naar voren komen, meneer en mevrouw van Dooiweert, en jullie zelf aan ons voorstellen. En ik wil vragen of jullie dan ook meteen aansluitend uw lezing zou willen geven. Dat gaat lukken volgens mij. Ja, is prima. Komt mevrouw van Dooiweert eerst alleen naar voren en die doet de introductie en dan verwelkomen we u op het podium. Maar eerst als een hert dat verlangt naar water. Overlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding. Buenos dias, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor. Wie wij zijn? Nou, de meeste van jullie zullen dat wellicht wel weten. Wij zijn een echtpaar op leeftijd dat nog altijd in Peru aan Indianen en Peruanen het evangelie van de Heer Jezus Christus mag verkondigen. Mensen lesgeven vanuit de Bijbel, voorgangers en hun vrouwen onderwijzen, alles aanreiken wat nodig is om te kunnen preken wat hun werk is, en de vrouwen om ook op zondagsscholen aan hun kinderen het evangelie door te geven. We zijn 55 jaar getrouwd, net ons jubileum gevierd, en we mogen 44 jaar werken in Gods Koninkrijk. Abraham, ga uit je land, je familie, je stad, en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Dat zal je maar gebeuren. Kom, Sarai, we gaan op reis. Waar naartoe, Abraham? Ik weet het niet, maar God zal ons de weg wijzen. En God maakte het waar in Abrahams leven. God was er en Abraham leefde, leefde in vreugde. Met God leef je echt. Het zal je maar gebeuren. En wij maakten het mee. God riep ons naar Peru. Hij zei het land erbij en we gingen. We redeneerden niet, we gingen. Zonder geld, dat bedoel ik mee, zonder salaris. Zonder een huis daar, naar een ander volk, een andere taal, alles anders. Maar we gingen omdat de Heer ons riep. En we ervoerden dat de Heer Jezus op ons wachtte. En hij bracht ons steeds daar waar hij ons wilde gebruiken. Echt waar, we hoefden alleen maar te volgen. En we leefden. We leefden in zegen en in vreugde. Nee, het was niet altijd gemakkelijk. De enorme bijtende kou en de hoge bergen, soms op 4800 meter. De enorme hitte in het regenwoud, daarbij werd ik opgegeten door de muggen.
Op vloeren slapen in de bergen. En de volgende morgen vol vlooienbeten zitten. Slapen op bamboevloeren in de indianenhutten. Terwijl het zweet uit je poriën drupte. Maar weet je, ik dacht vaak aan de Heer Jezus. Die geen kussen had om zijn hoofd op neer te leggen. En daarom klaagden we niet, maar we leefden. De vreugde van dit werk te mogen doen, echt waar, waren meer dan de ontberingen. De Heere zelf gaf ons lef om te gaan. Lef om te leven. We lieten veel achter. 5 getrouwde kinderen. Nu inmiddels 22 kleinkinderen. 1 kleinkindje nog op komst. 10 achterkleinkinderen inmiddels en 3 op komst. En we leven een beetje een Paulusleven. In gevaren van de vele gevaarlijke reizen per bus in de bergen, waar soms geen ruimte was om te passeren. En dan zie je daar de diepte naast je. Gevaren van de rivieren. Sommige rivieren zijn zeer gevaarlijk, vol draaikolken. We hadden op de Ucayali, een rivier in de regentijd van 1 kilometer breed. Midden in de nacht een aanvaring. Er vielen doden. Maar de Heere bewaarde ons. En we gingen niet naar de bodem van die grote rivier. Zoals zoveel vele andere grote landsjaars voor ons en na ons. We leefden in gevaren van dieven. Van de stad. En ook nog van de terroristen. Maar we zijn nooit bang geweest, want we vertrouwden op de Heere. En we wisten dat Hij ons geroepen had en dat Hij ons zou leiden van dag tot dag. En we kregen de kracht en de moed en de liefde om Hem te volgen. De tekst die de Heere me op het hart bond was: vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun niet op je verstand. Ga niet redeneren. Geloof. En dan moet ik er nog bij zeggen dat we ook aan onze trouwtekst altijd steun gehad hebben. Onze trouwtekst was 55 jaar geleden. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En we zagen hoe de mensen waar we kwamen, in allerlei situaties, de woorden van God indronken. We zagen hoe de indianenbroeders op pad trokken, diep de jungle in. We zagen hoe ze leefden en hoe de Heere hen zegende. Ik zie nog de jonge broeder op de cursus komen, op 1 been. En dan was hij ruim 4 dagen mee komen strompelen. Op de veel te kleine krukken die hij jaren geleden van stokken had gemaakt. Over de junglebergen heen, door rivieren, soms een eindje mee kunnen varen. Wat een vreugde en liefde straalde hij uit. Hij leefde met en voor God, bewogen met zijn naasten. Als kind van 7 jaar was hij door een slang gebeten. En dan is er maar 1 ding, hak af dat been, anders ben je zo dood. Ik zie onze zendeling Alejandro werken. Pas was hij door een zeer giftige slang gebeten. Hij stuurde, en dat is een wonder van God, want hij was diep in de jungle. En hij kon net even ons bereiken met zijn SOS-berichtje. En hij vroeg om voor hem te bidden. Er was geen ziekenhuis, geen serum. De volgende dag kwam er bloed uit zijn mond en ik kon niet meer lopen. Maar jonge mensen en ouderen, de Heere hoorde de vele gebeden die voor hem opgezonden waren. En hij genas. Hij genas enorm snel. En hij mailde ons, ik ga gelijk weer met vreugde op pad, samen met mijn vrouw. De nood van de mensen die Jezus niet kennen, dringt me. Hij voelt de verantwoordelijkheid van zielen die zonder Jezus leven. En zielen die zonder Jezus leven, sterven ook zonder Jezus. En dat weet hij. 40 gemeentetjes heeft hij in dat grote junglegebied gesticht. En als we met hem in een van de verre dorpjes een cursus hebben en ik hem bezig zie en hoor, dan luister ik werkelijk ademloos. Wat een bezieling. Die man leeft, die leeft met Jezus. En dat is pas echt leven. Ik zie de hermanas op de cursus bij me zitten.
Als ze komen, weten ze niks. Nada. Maar na een paar jaar, en soms al na een dag of 10, dat gebeurt ook, maar meestal na een paar jaar, dan zie ik aan hun ogen, aan de intensieve aandacht om alles te volgen en te weten, dat ze zijn gaan leven. Dat ze vanuit de dood naar het leven gekomen zijn. Het is alweer jaren geleden. Ze zat bij me in de klas. En ik zag dat ze baalde. Niet wilde. Maar het derde jaar zag ik een verandering bij haar. Ze vertelde me onder een mangoboom, zittend in het gras, haar levensverhaal. Als kind van 13 uitgehuwelijkd aan een man waar ze niet van hield en nooit van is gaan houden. Trouw geweest aan die man. 9 kinderen gekregen. En toen werd hij christen. En ze haatte het. En hij vroeg, toen wij de eerste cursus diep in de jungle hielden, hij vroeg haar om mee te gaan naar die cursus. Ze wilde niet en toch was ze het. Zie je hoe de Heere leidt? Door wat ze van me leerde, leerde ze de Heere kennen. Kreeg ze, oh wonder, een bewogenheid met haar naasten. Dat kennen de Peruanen niet en ook de Indianen niet. Onder tranen vertelde ze hoe de Heer haar oog en hart richtte op de weduwen. Op de alleengelaten kinderen, op de weeskinderen. En nu, al 2 jaar, gaat ze met een kleine motorboot, een pikkie-pikkie, langs de grote rivieren en bezoekt dorpje na dorpje. Ze zoekt het zieken op, bemoedigt ze, leest met ze uit de Bijbel, bidt met ze. Ze maakt broekjes voor de naakte kindertjes die niemand hebben die voor ze zorgt. En dat zijn er heel veel. Ze leert de moeders hoe ze hun kinderen van Jezus moeten vertellen. Ik zou er heel veel over kunnen vertellen en heel graag doen, maar er is geen tijd voor. Ik hoorde haar aan een groep vrouwen vertellen dat als je de Heere kent, je van je man gaat houden. Ai, dat was een heel punt in haar leven wat ze nooit had kunnen doen. Ik had de verandering naar haar man al gezien. Het was echt een wonder. Ik heb gezien, niet 1 keer, maar 10 keren hoe de Heere mensen veranderde. En deze vrouw is nu een discipelin van de Heere Jezus geworden. Ze is een vrouw die Gods licht uitstraalt. Ze was dood, maar nu leeft ze. We hebben het nu 17 jaar gezien, ervaren, meegemaakt. En het maakt ons klein en afhankelijk van onze meester, die zijn hemelheerlijkheid verliet om naar deze zondige wereld te komen. Vol mensen die echt niet op hem zaten te wachten. En die het uitriepen, kruist hem, kruist hem. Maar hij kwam om te redden en te verlossen van zonde en dood. Met zo'n genadige heiland moet je toch wel heel, luister wat ik zeg, met zo'n genadige heiland moet je toch wel heel hard je best doen om nog verloren te gaan. Zoek hem. Leef. Leef tot een eeuwigheid. 17 jaren hebben we met de mensen in Peru geleefd. Hun leven geleefd. Vreugde en verdriet met hen gedeeld. Maar bovenal hebben wij en ook zij gezien wie de Heer is, zijn trouw, zijn zondaarsliefde. We leefden daar met de bevolking en voelden ons zeer gezegend, blij, dag na dag. Wat ik jullie met alle liefde wil zeggen is dit. Zoek de Heer nu je nog jong bent. Vraag hem wat hij met je voor heeft. Vertrouw hem, gehoorzaam hem. Alles gaat voorbij. Alle moois, alle luxe, de prachtigste auto's. Alles wat voor ons zo begeerlijk is, het gaat allemaal voorbij. Maar weet dat alles vergaat, maar dat wie de Heer Jezus kent, voor eeuwig zullen blijven leven. Ik heb nog maar een heel klein beetje verteld, maar
Ik heb een boekje. Dit boek is net uit. 14 februari heb ik het gepresenteerd. Het is een bloemlezing van 16 jaren in Tilburg. En het kost €14,95. Nog nee, pardon, niet Tilburg, maar daar hebben we ook 20 jaar gewerkt. Dit boek is over Peru. Het is een bloemlezing van heel wat indrukwekkende verhalen. En ik moet zeggen, ik heb er heel veel positieve reacties op gehad. Ik dank jullie wel. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat riep Petrus. We kunnen het lezen in Matteüs 16. We gaan dat vanavond niet opzoeken. We gaan er niet verder op in. Maar met al de kracht die in hem was. En alle enthousiasme dat in Petrus kon leven. We kennen Petrus waarschijnlijk een beetje. Heeft hij het uitgeroepen. U bent de Christus. De Zoon van de levende God. Hoe wist hij dat? Ja, zeggen we dan heel technisch, door de Heilige Geest. Ja, dat is waar. Door het werk van de Heilige Geest wist Petrus, Jezus is de Zoon van de levende God. De Christus, de Verlosser, de Messias die komen zal. Maar er komt nog wat anders bij. Hij heeft met Jezus rondgewandeld door het land. Al een hele poos. Heeft Jezus meegemaakt. Heeft geleefd met Jezus. En de Heer Jezus is voor hem niet een leider van het een of het ander nieuw politiek spel. Nee, de Heer Jezus is voor hem die verlosser van wie hij alles kan verwachten en ook werkelijk alles verwacht. En dan durft hij het zomaar keihard uit te spreken. U bent het. Van u verwacht ik alles. Op u is mijn hoop gericht. Wat een lef, hè? Zo hard te roepen. Dan vind ik het alleen jammer dat de lampen op mij staan en niet op jullie. Weet je waarom? Ik zou nu even aan willen kijken. Heb jij net zoveel lef als Petrus? Durf jij ook zo voor Jezus uit te komen? Ja, kijk, dat bedoel ik. Een beetje licht, ja. Ja? Begrijp je? Het is heel goed op een avond als deze dat we elkaar eens even zomaar aankijken. Ja, er komen mannen en vrouwen die werken daar in Peru en die lopen daar. Dat zijn avonturiers en ze beleven hele verhalen. Maar weet je, als wij terug zijn hier in Nederland, dan valt het ons altijd weer op hoe weinig je over de Heer Jezus hoort. En hoe makkelijk mensen aan het eind van de kerkdienst zeggen, mooie preek, hè? Ja, wat vond jij zo mooi? Ja, heel die preek. Ja, maar wat sprak je nou speciaal aan? Ja, alles eigenlijk. Ja, dat weet ik zo ook niet precies te zeggen. Dat is zo moeilijk, hè, om dat zo te zeggen. Dan zeg je niet net als Petrus, hij is de Christus. Dan draai je er een beetje omheen. Ik zou het willen vragen vanavond, nog een keer, met klem. Ik heb nog ietsje meer licht, ik kan een beetje beter zien hoe je reageert. Heb je zoveel lef als Petrus? Want het is hoog nodig. Waarom?
Ja, voor reclame voor onze kerk. Nee, maar omdat er miljoenen mensen zijn die nog nooit gehoord hebben van dat onuitsprekelijke wonder dat je als mens kunt leven met God. Ja, ik kijk eigenlijk naar een plaatje. Ik heb een heel probleem van jullie opgegeven gekregen. Life is life. Mijn computer zegt life en life. Life. Ja, nou, ik kan geen Engels, dat is jammer, maar ik kan het niet. En ze sturen ook van, jij daar geen gebruiksaanwijzing erbij. Ik krijg het gewoon zomaar toegestuurd. Ja, wat moet je daar nou mee? Ik heb Corné nog eens een keer gebeld. Maar ja, toen was ik er nog niet uit. Hij heeft me nu laten zien wat de bedoeling was. Maar goed, dat weten we dan. Dat geeft niet, ik heb voor mezelf wel een beetje geknobbeld en gepuzzeld. Wat mooi, hè? Dat wij nu hier bij elkaar mogen zijn. En dat we ook gewoon eens een keer buiten de deur mogen kijken. Hè? Life is life. Waar komt dat nou vandaan? Weten jullie wat vandaan komt? Van een popgroep. Zover is jij daar gedaald. Of zijn hier misschien mensen bij die willen naar een popgroep luisteren? Maar dat geeft ook verder niet. Daar hebben we het even niet over. Die popgroep die heet Opus. Die opereert in Oostenrijk. Die hebben in 1984 iets heel geweldigs naar buiten gebracht. Genieten van de popmuziek, dat doe je pas echt als je er zelf live in meekomt. Die groep op dat podium, die staat daar op allerlei manieren de spektakels uit te halen. Maar ja, daar zit je dan in die zaal te luisteren. Dan beleef je het niet echt. Nee, daar zitten de mensen bij elkaar en ze steken de handen in de lucht en ze grijpen elkaars handen en ze doen mee. Ze leven met die popgroep mee. Ik vind het toch wel prachtig, Corné. Ik vind het echt een mooi zinnetje. Life is life. Ja, 1984. Wij als christenen weten dat al 6000 jaar. Wij die de Bijbel kennen, wij die God kennen, terug tot Adam toe, weten we dat al. Dat het leven alleen maar leven is als we het leven met God, live met God. Ja, ja, die reporter van de krant was net live aanwezig daar. En bij die voetbalwedstrijd van de radio zijn ze live aanwezig. Dat is wat wij nodig hebben als mensen om te kunnen leven. Echt te kunnen leven. Live met Jezus. Die mensen van die Opusgroep, ja, die deden dat. Ik heb filmpjes zitten kijken van de week een keer op YouTube. Nou ja, ongelooflijk hoe ze dat deden. Echt die handen in de lucht en heen en weer en roepen en zingen en tenslotte mee dansen. En daar buiten stonden ze die het niet betalen konden om erbij te komen. Die stonden een beetje met lange gezichten te kijken. Ze lachten eens een keer naar elkaar. Toch heeft dat wel een boodschap. Dat lijf leven. Met Christus. Is dat vreemd voor jou? Of ken je het toch een beetje? Mijn vrouw heeft wat verteld over Peru. Ik zeg er ook wat over. Maar niet zoveel. Ik wil er dit van zeggen. Wij hebben het ervaren op heel veel manieren. Dat dat leven met God, dat maakt het leven tot echt leven. En de momenten dat je het vergeet dat Hij er is en dat je je eigen leven leeft. En je in zonde terechtkomt of in moedeloosheid terechtkomt. Ja, wat is het leven dan?
Ik wil naar een stukje Bijbel toe met jullie. Hebreeën 11. We gaan dat zomaar samen even lezen, want anders is het net alsof we deze avond zonder Bijbel doen. Maar zo is het ook niet natuurlijk, hè? Hebreeën 11, vers 1 en 2. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat hoop jij? Wij hadden altijd hoop, als we op pad gingen, dat we weer veilig thuis mochten komen. Altijd nog gebeurd. Maar dit gaat dieper. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Zegt het zesde vers. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Ik zou er nog een paar lettertjes zomaar tussen willen zetten. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij er is. Hier, vanavond. Straks als je in je auto zit. Als je in zonde valt. Als je een lekkere, gezellige, zondige avond hebt. Hij is er. Maar dan ben je niet bewust. Dan ben je niet lijf met hem. Nee, dan denk je niet aan. Dan wil je niet aan denken, mocht die gedachte niet boven komen. Wegtoppen, weg, weg. Nee. Maar wie tot God komt, moet geloven dat hij er is. Niet alleen dat hij bestaat, maar dat hij hier ook is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Ik speel een beetje mee in de vraag van Revo Web. Ik heb zelf een vragenblad op onze website. Ik kom een beetje vragen tegen. Wat me altijd weer verbaasd is, hoe het mogelijk is als we een jaar of 20, 30 zijn, zo lang in de kerk zitten, dat we dan nog zoveel twijfel hebben. Zoveel moeite om tot de Here te gaan. Zoveel moeite om het echt te geloven dat God zegt, bent u naar mij toe. Ik lees verder in Hebreeën 6. En wat zal ik nog meer zeggen? Dan zijn er een hele rij mensen gepasseerd. Noach en Henoch en Abraham. En, ja. Maar dan vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Ja, nu ook hoor. De tijd ontbreekt mij daar ook voor. Ja, daarom kan ik aanvoelen wat hij bedoelt. Hij zegt het haastig. Zomaar snel. Zij, deze mensen, hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Stond die oude martelaar, hè? De oude Polycarpus, stond hij aan die paal gebonden op de brandstapel. 80 jaar. En hij moest sterven, omdat hij in Jezus geloofde. Ja? Komt die heidense priester naar hem toe. Vader, zegt hij, u hoeft niet te sterven. Als u mij nazegt, ik geloof niet meer in Jezus, hier heb ik het mes, dat snij ik om midden het getouwen door en bent vrij. Nooit zal ik dat doen, zegt Polycarpus. 80 jaar heeft mijn meester voor mij gezorgd. Zal ik hem dan nu verloochenen? Nooit. En dan gingen de vlammen. 1000 mensen kwamen tot bekering door zijn dood. Ja. Weer anderen
hebben spot en geestenslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen van de aarde. Amen. Amen. Stukje Bijbel. Het brengt ons door heel de Bijbel heen eigenlijk. Deze mensen waren mensen met lef die durfden. Ja? Begrijp je? Echt lef hadden ze. Nee, zij hadden geen lef. Zij kenden het leven met de Heere. Life met Hem die zijn bloed gestort had. Of nog storten zou, als je kijkt naar de mensen van het Oude Testament. Dat was wat die mensen bezielde. Een leven met de Heere. En als de zonde lokte, dan duwde ze dat niet weg. Dat probeerden sommigen wel, maar meestal. Nou ja, ik zal het maar zeggen zoals de oude mevrouw tegen me zei. Ik zeg tegen haar, hebben jullie nog nooit eens een keer twijfelen? En nooit eens een keer dat je denkt, ja, is het nou... Nee, ze zegt, twijfel heb ik aan mezelf wel, maar aan God nooit. En als de duivel ermee bespringt met twijfel, dan zegt hij, dan ga ik maar zingen. Dan is hij zo weg. Leven met God. Dat is wat deze mensen al die kracht gaf. Dat was niet lef, nee, dat was lijf. En dat maakte hun leven. Henoch, hoor je hem getuigen van zijn geloof? Hij getuigde helder en klaar. En als je in de zonde leeft, zei hij erbij, dan zal God het bezoeken. Als je je niet aan God overgeeft, dan ben je een vijand van God. Ja. En toen tenslotte kreeg je het zo moeilijk dat de Heer hem wegnam. En dan was ze niet meer. Weg. Noach. Ja. Die man die leefde ook. Live met de Heer. En hij timmerde een schuit in elkaar. 100 kilometer of zo van zee vandaan in de woestijn. Timmert je schip in elkaar. Nou, die mensen lachten zich, ik weet niet wat natuurlijk. Maar toen het water kwam, toen de Heere de aarde verdelde, zat Noach met zijn familie in de ark. Lijf met God. Ja. Je kunt heel die rij nagelopen, gaan we niet doen, maar Gideon, met 300 man, een leger van duizenden tegemoet. Barak, lijf met God overwon hij vijanden. Nou, noem ze maar op. Simson, Jefta, David, Samuel, het kind van 5 jaar, naar het huis van God gebracht. Ja. En God sprak met Samuel. Lijf. Het staat allemaal in de Bijbel opgeschreven, opdat je het lezen zo en naar de Heere zult luisteren. Ja, toch wel. In elke Bijbeltekst staat de Heer Jezus met nodigende armen voor je. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik wil lijf met jou zijn. Ik wil er zijn in jouw leven. Elke dag, elke nacht, elk blij uur, elk angstig uur. Ik wil er zijn. Maar onthoud het wel als de zonde lokt. Onthoud het wel. Als de zonde lokt, dan zie ik het ook. En dan heb ik pijn. Ja, dan zeg ik het heel menselijk. Ja. Het verdroot God staat er nou wel eens in de Bijbel. Je kunt toch niet begrijpen dat de Heer jaar na jaar maar volhoudt
om ons te nodigen om tot hem te komen. En dat wij niet luisteren en dat hij toch doorgaat met nodigen. Dat wij dan met twijfeltjes rondlopen en allerlei vragen stellen, maar de Heer gaat toch door. Ook vanavond heeft hij ons hier naartoe gebracht. Waarom? Om over hem te horen. Ja? Iemand zei tegen me van de week, ik hoop dat je zaterdagavond succes hebt. Ik zeg, ik niet. Jij niet? Ik niet hoor. Ik verlang niet naar succes zaterdagavond. Ik hoop dat de Heer een heleboel jonge mensen in de hart grijpt. En misschien ook nog wel ouderen. En de ogen opent voor dat ongelooflijke. Een God die zijn handen uitsteekt. En dat niet alleen, maar die zelfs zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Met evangelisatiewerk zei een meisje tegen een zwerver. Geloof in Jezus en je zult nooit meer problemen hebben. Maar dat is grote onzin. Dat mag je nooit denken. Ik zal dat ook vanavond niet tegen jullie zeggen. Ik zal je juist voor waarschuwen. Als je in de Bijbel leest, dan, ja, die versen die wij gelezen hebben, die vers 34, 37 uit Hebreeën 11. Wat die mensen gedaan hebben, is dat allemaal lef? Nee, dat is dat samenleven met Jezus. Lijf met Jezus. En dat maakt hun leven. Als je dat nou vanavond zo hoort, zomaar, ik moet naar het eind toe. Komt er dan niet een diep verlangen in je hart? Beste jonge mensen, dat mag ik zeggen. Al ben je 60 vanavond, dat mag ik nog zeggen, jonge mensen. Want ik ben 80 bijna, ik ben mijn 80ste jaar bezig. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk als je nou jong bent, dat je dan... Oh ja, dat is wel mogelijk, want het was bij mij ook zo. Ja? Hebben ze dat net ook gehoord aan het begin? Maar vanavond toch. Komt er nou geen verlangen in je hart? Zo wil ik ook leven. Live met God. Misschien is er iemand die straks op een filmpje luistert. Of zo, en die denkt, nou, dat is ook maar makkelijk wat hij dan zegt. Ja, toch zo makkelijk wil ik het echt zeggen. Komt er nog nooit eens een verlangen in je hart van, zo wil ik leven, live met God. Dat ik ervaar dat hij er is. Als wij terugkijken, onze 17 jaar in Peru. Dan hebben we zoveel keren ervaren dat hij er is, dat hij er was. He, mevrouw vertelde van Alejandro die slangenbeet. Dat is nog maar 3 weken geleden. Ik heb een oproep op Facebook gezet om voor hem te bidden. Tientallen hebben me teruggeschreven dat ze ervoor baden. Ik had hem €250 dollar gestuurd om medicijnen te kunnen kopen. Toen schreef hij zelf, Hermano Jan, ik hoef geen medicijnen te kopen, want ik ben beter. Ik zal het geld maar gebruiken voor evangelisatie onder de mensen hier. Begrijp je? Hij is er. Toen ze me sleepte in een hangmat, dat ik stervende was. In maart van afgelopen jaar. Ja. En maar bidden, die mensen baden, die baden rondom ons heen. We waren met heel de groep live met God. Ja. En ik werd beter. Alejandro zei, die had steeds me begeleid, steeds was hij erbij. En 9 andere dominees droegen me in die hangmat. Zo naar een boot en van die boot weer naar een medisch postje. Goed, dat vraagt te veel tijd, het hele verhaal. Maar Alejandro, die bad maar. Hij zegt, en op een moment zag ik een wolk van je weggaan. Toen wist ik, hij sterft niet. Ja, live met God. Ik wil dat laatste stukje graag op het scherm, wat ik meegebracht in dat USB-tje nog. Ja. Ja, ik zeg dat even tegen die man achter bij de machine. Dat is een mooi stukje Bijbel, daar wil ik tot slot.
Ik wacht toch tot u het erop heeft hoor, ik ga niet zomaar zeggen. Ja. David sprak zijn zoon Salomo aan in de tijd van de tempel. Gistermorgen was het voor ons het stukje waar we de dag mee openden. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart. Ja. En met een bereidwillige ziel. Want de Heer doorzoekt alle harten en heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Wat je ook doet, de Heer ziet het en hij kent je gedachten. Hij weet wat het ook is, welke zonde je ook in leeft. Hij weet en hij zegt, stop ermee. Maar hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal het door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. En de Heer zelf zegt vanavond tegen jou. Kun je die er ook nog op zetten? Lukt het nog? Ik ben nu een man van te veel van het laatste uur geweest, denk ik. Gaat het of niet? Nee, dan lees ik hem. En de Heere zelf zegt vanavond tegen jou en tegen u. Dien mij met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Ik heb diezelfde tekst genomen, maar ik heb even de woorden naar vanavond toegezet. Want ik, de Heere, doorzoek alle harten. En ik heb inzicht in al uw gedachtenvorming. Als je mij zoekt, zal ik door jou gevonden worden. Maar als je mij verlaat en je overgeeft aan de zonde en leven zonder God, dan zal ik je voor eeuwig verstoten. Dat is ook mogelijk. Neem dat ook mee naar huis. Die twee kanten. En durf nu vanavond eens te antwoorden. Durf eens te kiezen met je hele hart. Niet alleen maar denkend en een beetje in twijfel, maar durf vanavond eens te kiezen met heel je hart. Heere, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een heerlijke laatste regel. Ze raken me elke keer weer. Zeker als je het in een vertaling ziet waarin je het nog, ik het nog nooit gezien heb. Maar het is mijn ziel en zaligheid te zijn bij God die zelf mij leidt. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. En dat heeft u vanavond gedaan. En u ook, mevrouw Van Dooyweert. Ik wil jullie nu alvast bedanken voor wat jullie met ons gedeeld hebben. Het was raak, wat mij betreft. En tegelijk was het ook grappig. Ik heb zelden zoveel gelachen als tijdens deze lezing. Terwijl u dat combineerde met allerlei prachtige woorden over God en het vertellen over allerlei grote daden die u heeft meegemaakt in uw leven van die God. Dank u wel daarvoor. We hebben een aantal mededelingen voor jullie. Allereerst wil ik u nog één keer wijzen op het feit dat er vragen te stellen zijn. Je kunt op steljevraag.tk kun je je vragen kwijt. Dus tik je vraag daarin en ik ga mijn best doen om die vraag te behandelen. Wat je ook kunt doen is dat je gewoon je vraag live stelt straks. Misschien wil je een opmerking maken, wil je gewoon vertellen dat je geraakt bent. Het maakt niet uit, als je iets kwijt wil, doe het. En de laatste mogelijkheid is als jij het fijn vindt om gewoon een ouderwets briefje te schrijven, dan is dat ook mogelijk. En wat ook zo is dat er in de hal straks staat er een cd-tafel. Dus cd's van jij daar kun je daar kopen. En er is ook een boekentafel van meneer en mevrouw Van Dooyweert. Dus weet je aangemoedigd om daar ook even langs te lopen en eens te kijken of er iets voor je bij zit. Allerlaatste mededeling en niet de onbelangrijkste. Ik heb me laten vertellen dat we hier met ongeveer 400 jongeren bij elkaar zijn. En dat is fantastisch. Ja, terecht. En er is iets anders wat ik me ook heb laten vertellen over vanavond. En dat is de
kosten om dit mogelijk te maken, die zijn ongeveer €800. Een hele snelle rekensom leert ons dat er dus €2 per persoon nodig is om deze avond de kosten te dekken. Dus ik wil jullie aanmoedigen om tenminste €2 zak straks in de collectezak te doen. En misschien denk je, ik heb geen €2 bij me. Dan kun je ook een machtigingskaart invullen en daar dat bedrag opschrijven. En ik breng het een beetje ludiek, maar ik bedoel het heel serieus. Want onze God heeft ons ook de opdracht gegeven om de onderlinge samenkomsten niet na te laten. Niet omdat wij het hier nou zo gezellig hebben en omdat we hier nou zo lekker aan het zingen zijn, maar omdat zijn naam hier groot gemaakt wordt. En als jij dat wil mogelijk maken, dat we dat kunnen blijven doen, geef dan €2 of meer en dan halen wij de kosten van vanavond eruit. En dat zou fantastisch zijn. Dus één aanmoediging daarvoor. Ten slotte gaan we nog twee liederen zingen. Allereerst Psalm 104, 15e en 17e vers. En tijdens Psalm 104 is de collecte, dus blijf even zitten, want een collectezak doorgeven gaat handiger als je zit dan als je staat. En dan gaan we ons slotlied zingen. En dat is Heer, U bent mijn leven. En dan mogen jullie allemaal gaan staan, want dan is de collectezak voorbij. En dan mag je staand zingen van de Heer die ons leven wil zijn.
Allemaal een goede pauze gewenst. 8:15 gaan we hier weer verzamelen en dan gaan we verder. Goeie pauze.